Er gebeuren steeds vaker ongelukken met zwaar vuurwerk onder jongeren. Bij gemeente Bergendal willen ze dat zoveel mogelijk voorkomen dit jaar. Om die reden heeft burgemeester Mark Slinkman ouders opgeroepen om te helpen bij het veilig houden van de jongeren in de gemeente gedurende de eindejaarsperiode. Als gemeente zorgen wij ervoor met onze BOA's, maar ook met de politie, dat we ons best doen om overlastsituaties aan te pakken. Maar we kunnen dat maar in heel beperkte mate doen. Waar we ons vanwege het zware vuurwerk dat er vandaag de dag is echt zorgen over maken, is als er ongelukken gebeuren met jongeren, met kinderen. We weten, het verstand komt met de jaren. Zolang je nog niet dat verstand hebt, moet je als ouders, denk ik, dat verstand voor je kinderen hebben. De gemeente Bergendal ziet steeds vaker de gevolgen van zwaar vuurwerk en wil het belang van de situatie benadrukken. Ja, in een paar maanden geleden hebben we in Groesbeek een enorme hoeveelheid heel zwaar vuurwerk aangetroffen in een woning. Dat was een buitengewoon gevaarlijke situatie, maar we hebben daarmee ook gezien dat er ook in Bergendal, in Groesbeek, een markt is voor cobra's, nitraten, ga zo maar door. Vuurwerk met eigenlijk de kracht van kleine handgranaten, waardoor we echt gealarmeerd zijn van dit speelt ook hier. Hier moeten we ook ouders voor waarschuwen. Die vuurwerkbommen van tegenwoordig, naar de Cobra 6 bijvoorbeeld, of ook gewoon een nitraat, die zijn zo sterk. Vroeger kon je daar lelijke brandwonden van krijgen, misschien een paar vingers verliezen. Tegenwoordig ben je echt je arm tot voorbij de elleboog kwijt. En we hebben dat een paar jaar geleden voor het eerst gezien. Verschrikkelijke ongelukken waarbij jongeren echt voor het leven getekend zijn. De gemeente en de politie controleren extra goed deze periode, maar ze hopen dat de ouders ook hun steentje bijdragen. Ja, kunnen altijd de politie bellen. Die is juist deze periode ook extra alert daarop. Maar ik heb 6 wijkagenten die een heel groot grondgebied moeten bestrijken. Dus het is met name, denk ik, aan de ouders om zelf alert te zijn. Als je het aantreft, neem het in, lever het in, dan is het maar weg. Ja, als ouders heb je natuurlijk als geen ander een beeld van wat hebben ze op hun slaapkamer liggen, wat wordt er aan pakketjes bezorgd, waarom gaat die 's avonds de deur uit, wat zit er in dat plastic tasje dat aan de kapstok hangt. Dus daar heb je als ouder veel meer beeld van dan wij als gemeente kunnen hebben of als politie. Dus let op, waarom zou je in miserig weer half december naar buiten gaan? Het is geen weer om lekker te hangen met je vrienden. Dus wees alert, zorg ervoor dat je ook je kind heel deze periode doorhelpt.